Hi, dit wordt een liefdesreading voor de tekens van aarde. Dus aardetekens, stier, steenbok, maagd. Dit wordt een algemene collectieve reading, dus het zal niet met iedereen resoneren. Ik ga na de vakantie weer beginnen met de alle elementen. Dus los van elkaar, maar nu even bij elkaar gebonden. Dus voor de aardetekens, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ga beginnen met een ander deck. Ik doe het eventjes anders dit keer. Ook wil ik natuurlijk iedereen bedanken voor de lieve berichtjes, de likes en de abonnees. Ben je nog niet geabonneerd? Het is kosteloos, dus druk op de rode abonneerknop. Ook ben ik weer bezig met een actie, een basisreading kun je winnen. Wat mag je gaan doen? Abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt. Ik ga beginnen met dit deck. Die ga ik straks voorlezen aan het einde van de reading. Dat was die al. Oké, transformatie. Het is een beschermende boodschap. Ik ga hem even zo laten zien. Dus transformatie heb ik hier. En ik ga nog een kaart van deze pakken. En die ga ik ook zo meteen voorlezen. Oké. Eens kijken, wat mag ik nog meer ontvangen? Voor de aardetekens. Temperance, kijk, prachtige kaart. Rust, reinheid, regelmaat. Er is iets in jouw leven wat uitgebalanceerd mag worden. Spirit helpt je mee. Dit is een kaart van divine timing, dus let op je dromen. Er is iets wat geopenbaard gaat worden, lijkt het wel. Alleen alles heeft even tijd nodig. Dus geduld is een schone zaak hierin. Spirit is wel bezig om bepaalde tekens op je pad te sturen. Om dus jou bewust te maken van iets. Oké. Ik ga verder kijken. Wat mag ik nog meer ontvangen? Voor de aardetekens. Wat mag ik ontvangen? De koning van pentakels. Kijk eens. Dit geen aarde-energie is, weet ik het ook niet meer. Dit is een energie van iemand die, een mannetje is. Iemand die weet waar hij staat, weet wat hij wil. Is op materiegebied heel goed. Is ook bezig met de natuur en het aardse vlak. Dit kan een uitdaging zijn, dus dit kan een persoon zijn. Maar let wel, dit kan ook jouw energie zijn. Wat mag ik nog meer ontvangen? De zes van pentakels. Wauw. Een balans. Dus het kan zijn dat je een balans zoekt in je leven of hebt gezocht in je leven. Maar ik ga verder vragen. De drie van pentakels. Jeetje, als dit geen aarde-energie is, weet ik het ook niet meer. De drie van pentakels zegt iets over een samenkomen. Iets leren. Iets opbouwen. Oeps. Even terug doen. Het zijn er iets te veel. Dus je bent bezig om jezelf misschien te ontwikkelen of in de liefde. Een balans te vinden om te creëren en weer een pentakel. De zeven van pentakels. Jeetje, wat een pentakels. Onderop heb ik nog de koningin van pentakels. Of de koningin van cups. Een liefhebbende vrouw. Maar ik concentreer me even op deze vier kaarten die hier liggen. Wat ik voel is dat je op aardsvlak waarschijnlijk heel goed bezig bent. Ik heb hier de zeven, de drie. En de zes, de drie en de zeven van pentakels. Dus heel veel aarde-energie heb ik hier. Dus het kan zijn dat je op aardsvlak goed bezig bent. Maar ik zie ook een soort van teleurstelling. Of het gaat je niet snel genoeg. Het kan te maken hebben met deze energie. Of je bent het zelf. Ik zie wel een soort van groei. Maar ja, de zes, de drie en de zeven. Dus ik zie wel groei. Alleen waarschijnlijk zoek je iemand die met jou wil groeien, lijkt het wel. Want in het verleden kan het zijn dat je heel veel hebt gegeven. En dat je daarin eigenlijk een balans wilt vinden om dus te groeien met iemand. Maar wat ik al zei, rust is een schone zaak en geduld eigenlijk ook. Dus wees geduldig. En onderop heb ik hier de koningin van pentakels. Oké, transformatie is mooi. En ook nog temperance. Wat mag ik weten over die koning van pentakels? De Page of Wands. Dus je wacht op een soort van bericht of er is iets
wat tot een nieuw avontuur kan gaan leiden. En dan heb ik hier de Aas van Cups. De Aas van Cups en de Page van Cups, dat zegt wel iets over iets nieuws starten. Misschien wil je dit met deze persoon. Het kan ook zijn zelfliefde, dus je wil avontuur aangaan met een persoon. Je wacht misschien op een berichtje of iets van hoger af, wat wordt aangereikt. Maar wat ik al zei, het kan zijn dat jij in het verleden teleurgesteld bent geweest. Misschien loopt dat nog. Ik heb hier ook nog de duivel, dus bepaalde toxiciteit. Maar in ieder geval zie ik dat jij in de liefde best wel veel hebt meegemaakt. Dus mensen hebben je teleurgesteld. Mensen hebben je niet goed behandeld emotioneel. En je wacht eigenlijk op een nieuw idee, nieuwe inspiratie. Eigenlijk de hand van God of van iemand die gelijkwaardig is en niet meer ongelijkwaardig. Ik zie die twee cups natuurlijk rechtop staan. En dat zegt natuurlijk wel iets dat je omhoog mag gaan kijken. Dus blijf ook positief in die zin. Wat mag ik weten over die zes van pentakels? De ster. Wauw. De ster zegt iets over heling. Ook iets over reinheid. Ook iets over jij bent de ster in je leven. Laat je niet overroelen. Maar ja, neem de leiding eigenlijk daarin. En daarmee ook weer een soort van geboorte. Want je hebt al veel meegemaakt. Je hebt je emoties mogen reguleren, lijkt het wel. Nog één kaart graag. Voor de zes van de pentakels en de ster. De vijf van staven. Ja, dus er was onrust is wat ik zie. Maar wat ik wel zie is dat jij daar een balans in probeert te vinden. Dus wat ik al zei, laat je niet overroelen. Er kan een bepaalde concurrentie zijn geweest in je leven. Of misschien voor sommigen nog. Wat voor strijd of voor strijd in je hoofd heeft gezorgd. Het kan op werk zijn, maar ook gewoon met familie, noem het maar. En dan heb ik hier de vijf van zwaarden. Er zijn in deze geen winnaars. Dus probeer ook je emoties te balanceren in die zin dat je je niet laat meeslepen in die emoties van een ander of van anderen, laat ik het zo zeggen. Dus wel belangrijk om daar heling in te vinden, zodat je ook hetgeen kan krijgen wat je graag wilt. Ja, de lovers, kijk dan een keus, maar dit is ook temptation. Ik had natuurlijk net de duivel ook al, dus het is belangrijk om bepaalde keuzes te maken. Dit is een kaart van goed en kwaad eigenlijk ook. Hè? De lovers zegt natuurlijk iets over een keuze. En dit kan in liefde zijn of gewoon met jezelf. Dit is een man en een vrouw, dus er zijn waarschijnlijk meerdere in betrokken. Maar ik voel dat je een soort van verbintenis wil. Maar daarvoor zou je wel bepaalde keuzes mogen gaan maken. Dus misschien niet meer te veel naar het verleden kijken, maar een nieuwe start eigenlijk zoeken of vinden. Ja, de vier van cups, wat ik al zei, niet tevreden zijn over de situatie, bepaalde keuzes maken. En het grappige is dat natuurlijk hier die hand van spirit rijdt. En dan heb je hier de vier van cups waar het wolkje ook schijnt. Dus misschien ben je ergens klaar mee en mag je dat gaan afsluiten. Misschien ben je klaar met conflict of met iets wat niet meer dient. En mag je voor jezelf gaan kiezen, mag je omhoog gaan kijken en ervan leren. En dan heb ik hier de zeven van pentakels, dat zegt natuurlijk iets over groei. Dat kan natuurlijk psychisch zijn of iets zijn waarin jij tevreden mag zijn met hoe het nu is. Ook al gaat het misschien niet zo snel, er is wel iets naar je onderweg, mits jij bepaalde keuzes maakt die gezond voor jou zijn. Met het justus, ja. Dus een balans vinden ook weer. Jezelf aankijken, maar ook bepaalde lessen mogen leren van de situaties waarin jij voorheen hebt gezeten, of jaren misschien wel. Dus er is iets waarin jij voor jezelf een streep mag doorgaan zetten, of eigenlijk doet spirit dat, en daarna eigenlijk weer opnieuw de situatie gaan bekijken van wat geeft mij balans, wat geeft mij rust, waar word ik blij van, en daarmee eigenlijk verder gaan. Ja, de twee van cups, wauw, die valt eigenlijk op de vijf van cups. Dus er is nog liefde, is wat ik zie. Je ziet hier ook die twee muntjes eigenlijk achter staan. Dat is wel grappig, ik ga het even laten zien. Je ziet hier eigenlijk die twee muntjes. En die, ja, daar kijkt ze niet naar. Je ziet hier eigenlijk die twee cups. Dan heb je hier de twee van cups, of bekers, het is maar net hoe je het noemt.
Maar er is dus nog iets naar je onderweg. Alleen je zou wel bepaalde keuzes mogen maken, iets achterlaten. Niet meer treuren over wat er is geweest, maar gewoon opnieuw de liefde aangaan. Of dit nu met iemand is die je kent of niet. Maar Spirit zegt eigenlijk van, er zijn bepaalde lessen die je hebt mogen leren. Dit kan met iemand zijn die je al kent of niet, of noem het maar. Maar er komt weer een soort van hereniging in de liefde. Mits jij dat natuurlijk aangaat. Mits jij natuurlijk daar energie in wil steken. En niet ongeduldig bent. Het kan zijn dat je misschien een beetje ongeduldig bent. Of soms denkt van ja, het hoeft niet meer. Maar de liefde is ik. Heb je de lovers en de twee van cups. Dat zegt natuurlijk wel iets over een spirituele connectie die er gaande is. Oké, maar het kan zijn dat je in het verleden je in de kou hebt laten voelen. Of zo voelde dat voor jou. Maar Spirit zegt, maak opnieuw keuzes. Bekijk de situatie. Er is nog niks verspeeld, want die drie cups die hier liggen, waar je op focust eigenlijk, liggen hier overeind. En daar zie ik eigenlijk weer de hand van Spirit. Dus je mag daarvoor gaan kiezen. Je mag gaan kiezen voor de liefde, voor de verbintenis. Met wie dan ook. Eens kijken. Ik ga eens kijken wat deze twee kaarten te zeggen hebben. Ik heb hier Be My Loved. Ook al zijn we misschien op dit moment niet bij elkaar, ik ben altijd in jouw gedachten. Liefde gaat niet over tijd en ruimte. Er wordt eigenlijk niks gemist. Dus ja, misschien is het iemand uit je verleden en heeft diegene nog liefde voor je. En mag je dat ook gaan accepteren. Dus bepaalde situaties gaan accepteren. En dan heb ik hier de vlinder. Transformatie is mooi, alleen het is een beschermende boodschap. En het is nummer 59. Ik ga hem nog even laten zien. Nummer 59. Even kijken. Transformatie hoeft niet zo traumatisch of dramatisch te zijn als het op dit moment misschien lijkt. Bedenk dat verandering het enige is wat echt constant is. Wanneer je hier tegen verzet, en dat voel ik wel een beetje met deze energie, of misschien met de vijf van staven, kan het dus zijn dat je transformatie eigenlijk tegenhoudt in je hoofd. Maar goed. Even kijken, hoep. Bedenk dat verandering het enige is wat echt constant is. Wanneer je hier tegen verzet, omdat het onvermijdelijk weigert te accepteren, ontstaat er spanning van binnen. Ja. Misschien ben je op het moment de schoonheid en vreugde van de seizoenen, zoals de natuur in het leven, vergeten. Je moet nu een keuze maken. Ja, echt zo. Of moet, ja, ik zeg altijd mag, maar... Je moet nu een keuze maken. Je kunt strijden met de huidige omstandigheden. Strijd. weigeren de controle los te laten, net als de koning van Pentakels. En alles als gebrek of verlies te zien. Of je kunt je overgeven aan de loop van het leven. Ook al betekent dit dat je verdriet en teleurstelling ondergaat. Ook hier mag je dankbaar voor zijn. Dat is de sleutel waarmee je toegang kunt krijgen tot het oneindige potentieel wat nu tot je beschikking staat. De spirit van de vlinder kent de schoonheid van de verrukking die je op het punt staat te ontdekken. Laat los en vertrouw op de kracht van de transformatie. Wauw, supermooi. Want wat ik al zei, je staat voor een keuze. Je kan kiezen, blijf je in die strijd, ga jezelf helen. Zoek een balans, want er komt iets op je pad. Alleen als jij dat muurtje om je heen omhoog laat, omdat je gekwetst bent, omdat je denkt dat er geen liefde is, blijf je daarin hangen. Dus blijf je teleurgesteld. Terwijl Spirit zegt van, je hebt een keuze. Je kan blijven hangen in het verleden, of je gaat het nieuwe eigenlijk aan. En daarin mag je eigenlijk gaan leren. Dus die lessen mag je gaan leren om niet ontevreden te zijn, maar kijken wat er voor je ligt, of eigenlijk achter je misschien nog ligt. Om dus eigenlijk weer liefde aan te gaan met iemand die je misschien al kent. Of ja, iets nieuws. Zeg het maar. Oké, dit is wat ik voor jullie heb. Lieve aardetekens, mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel onder in de comments wat je maar wilt. En ik wens jou al het goed. Doeg!